Ik ben Fiona en ik ben getrouwd, heb 6 kinderen en ik ben werkzaam bij Warande, verpleeghotel. Ik werk op een afdeling somatiek. En gelijkertijd ben ik bezig met deeltijd HBO verpleegkundeopleiding aan de Christelijke Hogeschool in Ede. De motivatie om met deze opleiding te starten was omdat ik na 26 jaar wel verdieping en verbreding van mijn vak wilde. Daarbij is op de HBOV wordt er veel aandacht geschonken aan theorie en ook aan onderzoek doen. En ik denk om goede zorg te geven zijn dat hele belangrijke uitgangspunten om mee te nemen. Het werken en het leren en mijn gezin, de combinatie daarvan was in het begin ook wel even zoeken. Heel belangrijk is, en dat krijg je van school ook wel aangereikt, is dat je planningen moet maken. En dat je ook echt zeker 1 dag in de week wel moet blokken, dat je die dag ook echt gebruikt voor je huiswerk, want daarin kan je gewoon een flinke slag maken. Door het doen van de HBO verpleegkunde leer je ook om heel gericht en heel kritisch te kijken naar wat je aan het doen bent. Je moet eigenlijk op onderzoek gaan, op literatuuronderzoek. En je de vraag stellen van, nou ja, hoe kan het eigenlijk beter? En naar aanleiding van de antwoorden die je krijgt uit dat onderzoek, kun je dus je handelen en je plan kun je gaan aanpassen. De evidence-based werken is echt iets van nu. Door mijn vooropleiding kan ik gebruik maken van vrijstellingen. Gezien we nu het modulaire onderwijs hanteren, zou dat betekenen dat ik mijn opleiding in minder dan 4 jaar zou kunnen doen. Als ik straks klaar ben met de HBOV, hoop ik nog steeds werkzaam te zijn in de ouderenzorg, want daar ligt wel mijn hart.